Kijk eens. Zo kwam het Nederlands team over de finish bij de ploegenachtervolging. Armen los. Een applaus voor Beunen, Schouten, voor Groenewoud. Nederland is wereldkampioen. Of toch niet? Dit kregen ze even daarna te horen. Disqualificatie Nederland. Wat? Maar dit zat net in mijn ding. De enkel is zichtbaar, dat mag niet. Oh jee, de enkel is zichtbaar, dat mag niet. Dat is het verhaal. Bij de ploegenachtervolging rijden de schaatsers heel dicht op elkaar. Voor de veiligheid zijn er strenge regels. Iedereen moet een helm op. De schaatsers moeten een extra dik pak aan. Om niet gewond te raken bij een valpartij. En om hun enkels moeten dikke beschermers. Zodat de schaatsen van een ploeggenoot niet in hun huid kunnen snijden als ze over elkaar heen vallen. Bij dat laatste ging het mis. Je moet goed kijken, maar hier is een stukje van de enkel van Joy Beunen te zien. De jury was heel streng en diskwalificeerde het Nederlandse team. Dat betekent dus dat ze uit de wedstrijd lagen. En dat zorgde voor dikke tranen bij Joy Beunen. En de gouden medaille, die ging naar Canada. Nou, leuk als je zo wereldkampioen wordt. Sorry, Canada. Maar gelukkig kon er gisteren, net als vandaag, ook gejuicht worden in schaatsstadion Tialf. Dankzij Femke Kok op de 500 meter. Kun je wereldkampioen worden? Ja, ze kan het. Ze heeft het in zich. Nu, die laatste meters. 37-28. Wereldkampioen. Kok is wereldkampioen. De eerste Nederlandse vrouw op de 500 meter die ooit in de geschiedenis van de afstandskampioenschappen de wereldtitel pakt. Femke Kok doet het in eigen huis, in Heerenveen, in Tialf. Ja, dit is eigenlijk een droom die voor mij uitkomt. Wereldkampioen worden en in Tialf. Gewoon de sfeer, de mens. Als je wordt omgeroepen bij de start, dat iedereen zo hard juicht, daar word ik gewoon zo blij van. En nog meer succes. De Nederlandse mannen wonnen met een heel klein verschil de ploegenachtervolging. Hier is Nederland binnen. 38-27, ja! Het is gebeurd in die laatste ronde. Hoe is dit mogelijk? Wat is dit goed gereden? Wat is dit goed opgebouwd? Het verschil. Een paar ronden voor de finish, meer dan een seconde en nu 1600ste eronder.